Hartstikke welkom allemaal. Ik heb aan de lijn Jurgen Kliesman. En hij is bereid gevonden geworden om Daniël 9 te gaan doen. Een hoofdstuk uit een boek van het Oude Testament. En dat wordt heel erg interessant voor mij in elk geval. Om wat duidelijkheid te gaan scheppen in een heel controversieel stuk van de Bijbel. Waarbij meerdere mensen met meerdere uitleggen komen. Nou, voordat we erin gaan duiken, hartstikke welkom, Jaak. Ja, dank je, Perry. Ik ben ook blij hier te zijn en met jou een keer Daniël kapitel 9 door te nemen. Dat enige wat mij een beetje verrast heeft bij jou in het begin, als je zei dat je Daniël 9 met mij wilt bespreken, dat je zei, we gaan beginnen met de eerste paar versen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk iets, dat ik mij nooit mee opgehouden. Ik heb ene keer een studie gedaan van het complete kapitel, Daniël kapitel 9. Mm-hmm. Jahre geleden, als ik Tom Fress nog niet zo lang kende, was er een avond, war Tom Fress dann in een lezing, dat de eerste deel ook das gelesen heeft, das vanaf de eerste vers, want het gaat over een gebed. Ja. Daniël gaat een heel, heel serieus gebed in Kapitel 9. Ja. En als dat gelesen wordt van iemand, die de draagweide van dat hele kapitel überhaupt verstaat, mm-hmm. en dat dan zeer emotioneel brengt, dat brengt je tot tranen. Ja, ja. En ik zelf heb ook altijd geprobeerd dat eens een keer te gaan lezen en het brengt mij ook min of meer tot tranen als ik het lees. Het is zeer emotioneel en vooral als men dus de draagwijdte in de geschiedenis en in de hele wereld van daar kent. Niet alleen van de eerste vers, maar vooral uiteraard van de versen 24 tot 27, de afsluiting van dat kapitel. Maar wat er naartoe leidt, dat is zo'n aangrijpend verhaal, als men het op de juiste manier verstaat, dat wie daarbij koud blijft, die blijft ook koud als zijn eigen zoon naast hem de keel doorgesneden wordt. Zeer emotioneel dingen met dat we ons hier bezighouden. Yes. En ik zie, je hebt in dat beeld hier de Koning James versie nu open. Ja? Dat is dat wat ik hier zie. Ik heb bij mij hier de Statenvertaling op dit moment geopend, want we gaan waarschijnlijk weer allebei doen, zoals we in de Bijbelstudie ook altijd doen. Ja. Nu gaan mensen zeggen van, ja maar hoe, zoals er hier geschreven steht, wat is dat hier? The Son of Ahasuerus, Son, S-O-N-N-E, and the Seed of the Medes, S-E-E-D-E, and a year,
in the first year of his reign, hier met E-E-R-E van achter. Wat is dat voor een Engels? Daar versta ik geen bouw van. Ja, ja, daar moet er eens een keer gaan bezighouden. Want in de Koning James Bijbel zijn er verschillende ideeën. Maar is iets, ik heb daar eigenlijk nooit bij stilgestaan, totdat ik een tijd geleden over video's gevallen ben van John Doerr. Die schrijft man eigenlijk gelijk John Doe. Ja, mhm. Dat kent ja iedereen, hè? John en dan D-O-E, ja, John ja. Doe. Dat is zo, hoe zeg je dat? Piet van der Straat of zo. Ja, Vlaams, zoiets. Zeker, hè? Ja, zoiets, ja. Zo'n algemene dingen. Maar dan nog twee R's daarvan achter. Die heeft onder andere die films gefinancierd en meegeproduceerd van Chris Pinto, Lamp in the Dark. Ja. Waar ondertussen denk ik drie verschillende versies van daar zijn. De eerste deel, Lamp in the Dark. De tweede deel kom ik nu in, The Tares and the Wheat, denk ik, noemt de tweede deel. En de derde deel noemt, denk ik, Bridge to Babylon. Dus zeer interessant werk, zeer interessante video's, die zou men moeten gezien hebben. Ik persoonlijk heb mijn probleem met Chris Pinto, maar niet des te min zijn die video's zeer, zeer goed. En die John Doerr werkt met hem samen. En die heeft video's uitgebracht waarom zegt van, kijk jongens, wat iedereen als de Koning James vandaag de dag accepteert, wat wij ook altijd in onze Bijbelstudie gebruikt hebben, is eigenlijk een versie uit het jaar 1769 overwerkt van een zekere Blaney. Die heeft punctuatie en verschillende archaïsche woorden dan nog uitgehaald en die heeft ook tekstveranderingen gedaan. En een van de tekstveranderingen die hij ook gedaan heeft, is toevallig, hoe moest het anders zijn, in Daniel kapitel 9. Oké. En daar komen we dan later naartoe. Ik laat dat nu maar eventjes een keer staan, daar komen we naartoe als we dat lezen. Het punt is dat je in deze nog oudere Engelse versie, want pas op, die Koning James die we tot nu toe gelezen hadden, die zogenoemde 1611 van 1769 overwerkt, is wel de originele Bijbel, is wel de originele vertaling normaal gezien, maar het Engels dat erin gebruikt is, is anders. Hier in deze versie, dat is de AW 1611 KJV, ja, de Authorized Version van 1611, King James Bible, hebt ihr nog die oude schrijfwijze ook van die woorden. En dus het woord Sun, dat wij kennen, S-O-N, wordt hier geschreven als het Duitse woord Sonne, S-O-N-N-E, weil Deutsch staat voor de Sun, de Zon, bij wijze van spreken, niet de Zoon. Ja. Dus om dat eens een keer eventjes uit te leggen. Daarom is dat eventjes een beetje wennen, als je dit Engels gaat lezen, en je gaat ook hier en daar eens een keer stolteren waarschijnlijk, omdat de W ook als een U gebruikt wordt, en zo van die dingen. Ja. Da sollte dann bei 70 Weeks, das sehe hier, 70 Years, das sehe hier in Vers 2, ja, auf der dritten Reihe, der erste Wort, das da S-E-U-E-N-T-I-E. En dat is dus 70, dus de U wordt hier als W, of beter gezegd, de W wordt hier als U geschreven. Ja. En dan kan het hier en daar natuurlijk een keer gebeuren, zeker als je geen natieve Engels sprekende mens bent, dat je daar eens een keer over stolpert, omdat je eerst een keer moet zien welk woord bedoelt hij nu eigenlijk. Dan moet je een beetje om een hoek gaan denken. Ja. Maar de punt is dat deze de absoluut originele versie is. En als je die in gedrukte versie wilt kopen, we hebben ze nu online. En die site gaan we natuurlijk ook graag met u met een link onder de video in de beschrijvingsbox delen. Als je die wilt kopen, dan is dat onder andere de Hendrickson-versie van de Koning James Bijbel. En als ik dan dat video van John Doerr daarover gezien heb, heb ik direct één besteld. En dan ben ik naar mijn living gegaan en gezien van, oh, ik heb er al in de kast staan. Ik heb ze alleen niet open gedaan. Nu heb ik er een van die uitgeprint hier thuis liggen. En de andere neem ik altijd mee als ik taxi aan het rijden ben. Dat ik dan tenminste daar de juiste Koning James Bijbel mee bij heb. Ja, ja. En ik heb die andere 1769 ook nog. Maar ik probeer van die 1769 af te komen. Want dat is zo makkelijk in gebruik. Maar je weet altijd wat makkelijk is. Dat is het maar om het ons makkelijk te maken. Dat wij niet verder moeten gaan nadenken. En God wil dat we ook een beetje meewerken. Dus... Wie, zoals ik zei, er zijn een paar veranderingen daarin. Of dat er belangrijke veranderingen zijn of niet, dat laat ik in het midden. Dat moet iedereen voor zichzelf gaan weten. Ik wil het woord van God zo puur en onvervalst mogelijk kan hebben. Ja, natuurlijk. En daarom heb ik besloten, ik gebruik deze Koning James voor mij nu. En ik heb aan Perry ook voorgesteld om deze site nu op te doen. En daarnaast hebben we natuurlijk nog altijd die prachtig Nederlandse
Statenvertaling. Statenvertaling, ja. Ik heb onlangs ook van Perry twee boeken gestuurd gekregen. Ik weet nog meer, heb ik die toen betaald of wat? Heb die geld betaald? Ik weet nog niet meer. Grankorrels van John Wycliffe. Mm-hmm. Heel interessant. Ik hoop dat je er niks op tegen hebt, Perry, dat ik daar eens eventjes op ingaan, om dan een beetje uitleg over te geven. Ja, John Wycliffe was ja genoemd de morningster of de morgenster van de reformatie, die leefde in de 14e eeuw. Mm-hmm. Die hebben ze dan, die zijn beenderen hebben ze dan opgegraven tijdens het concilie van Constans, waar ze Jan Hus verbrand hebben en hebben die dan in de rivier Swift nog een keer klein gemaakt, gemalen zo gezegd en dan in die rivier gesmeten. Mm-hmm. John Wycliffe is de verfasser eigenlijk, de schrijver van de allereerste Bijbel in het Engels, min of meer. Mm-hmm. Een heel interessant mens. En in dat kleine boek, waar dat hier dus in Nederlands vertaald is, hè, daarom noemt het dus een solide bouwwerk, Raankorrels, daar gaat het over, in Nederlands noemen ze dat meditaties, dat zijn dus sermons, ik weet niet hoe je dat normaal gezien zegt, want sermon preken. Is ook geen meditatie, ja? Preken, hè? Ja, dank je. Preken zijn dat eigenlijk, en die preken zijn genomen uit een werk, dat noemt The Dawn of the Reformation. Oh. Nu, ik heb dat beginnen lezen, en in de tweede preek, dat noemt de geestelijke wapenrusting. Hij zegt van, dat is zo schitterend interessant. Dat zijn zo waanzinnig interessante dingen. Dat wil ik met Tommy's gaan bespreken. Maar dat is Vlaams. Ja. Hoe kan ik met Tom, die in Iowa, in Amerika zit, iets met Vlaams bespreken? Ik kan dat niet allemaal naar het Engels gaan vertalen. Daar ben ik niet goed genoeg voor. Dus ik dacht van, ja, maar voor God, dat is dus genomen uit dat boek The Dawn of the Reformation. Dus ik ga zoeken of ik dat boek ga vinden. En ik heb dat boek besteld. En gisteren is het toegekomen. John Wycliffe, The Dawn of the Reformation, van David Fountain, gedrukt in 1984, Mayflower Christian Bookshops, Charitable Trust, schitterend boek, heeft in totaal iets meer dan 100 bladzijden, 130 ongeveer, 130 bladzijden, en ik was daarin aan het bladeren, begin ik zei van, oh, nu heb ik dat verkeerde gekocht, dat gaat allemaal over Wycliffe's geschiedenis, over zijn familiale achtergrond, over hem en de leer tegen de Romeins-Katholieke Kerk, en over zijn Bijbelvertaling, en schitterend interessant, over de Lollarden, hè, dus dat zijn die mensen, die hem gevolgd waren, die noemden de Lollards, die ook zwaar vervolgd geweest zijn, zoals de Hugenotten in Frankrijk, of zoals de Hussiten in Tsjechië, die Jan Hus gevolgd hebben en zo verder. Heel, heel interessant boek met heel veel interessante beelden en ook. En uiteindelijk kwam ik dan op de laatste bladzijde, vanaf bladzijde 104, Wycliffe's Sermons. Ah, dat staat. En ik had een grote steen die van mijn hart viel. Sermon to the Armor of Heaven. Nu heb ik dus dat wat ik gerade met Tom wilde uitleggen in Nederlands, heb ik dat hier in Engels staan. En ben blij dat ik dat ook heb om te lezen nu. En daar wou ik eens eventjes een keer kwijt. Ja. Het is altijd interessant zo oude boeken een keer te kunnen gaan krijgen. Ik ben jou dankbaar, Perry, daarvoor dat je mij die twee boekjes Graankorrels van John Wycliffe toegestuurd hebt. Mm-hmm. Ik heb dat twee keren. Ik weet al wat ik met de tweede ga doen. Eén ga ik zelf houden en één daar heb ik iets anders mee te doen. En dan heb ik dus omwille van dat gezegd van ik ga John Wycliffe The Dawn of the Reformation kopen. En dat wil ik ook online op YouTube lezen, op mijn kanaal. Want de reformatie, daar kennen de mensen veel te weinig over. Oh. En nog een ander punt waar die mensen veel te weinig over kennen is uiteraard Daniel. In zeker kapitel 9. Ik bedoel, Daniel kapitel 2 kennen ze ongeveer iedereen. En ik heb op mijn vierde kanaal, dus die rein engelstalige kanaal, The Papacy is the Antichrist, heb ik een video opgeladen sinds 14 Tagen, 3 Weken. Dat noemt The Forgotten Dream. Mm-hmm. En ik kan dat iedereen alleen maar aanraden, sich te bekijken. Dat is een video, dat heeft al heel veel mensen naar Jezus Christus geleid. Daar moet ik er echt mee bij zeggen. Dat is een waanzinnig interessant video, The Forgotten Dream. En dat gaat over Daniel kapitel 2, waar de vier koninkrijken, de vier heidense koninkrijken uitgelegd worden, die vanaf dat ogenblik, als de Joden in gevangenschap in Babylon gingen, de wereld zouden beheersen. Dat is het punt. En nu gaan we niet Daniel kapitel 1 of 2 of 3 of 4 of 5 of 6 of 7 of 8 of 10 of 11 of 12 bespreken. Wij bespreken vandaag kapitel 9. Daarmee gaan we beginnen. En ik wil ook al direct Perry aan het woord laten. Ik roof hier weer heel zijn spreektijd. Maar Daniel kapitel 9. Daniel kapitel 9 is van uiterste belang. En als je mijn persoonlijke mening vraagt, dat is het belangrijkste boek in de Bijbel.
Het boek van Daniël is een van de belangrijkste boeken in de Bijbel. Kapitel 9 is volgens mij het belangrijkste kapitel in de Bijbel überhaupt. Ja. En de reden is omdat het zo vervalst geleerd wordt in deze wereld, dat de hele leugen op die de wereld vandaag de dag gebouwd is, baseert op een foutieve uitlegging van Daniël kapitel 9. En vandaar is het echt belangrijk om eens een keer dat kapitel van begin tot einde door te lezen. Maar ik zeg het, we beginnen met een heel empathisch, met een heel, hoe zeg je dat, gevoelsdragend, heel gevoelige gebed, wat Daniël draagt. Wiens draagwijte man in feite alleen maar kan verstaan, als men dus die woorden echt heel goed studeert en ook al direct afzwijft naar een ander boek in de Bijbel, namelijk het boek Jeremia. Daar gaan we dan ook doen, als we hier in vers 2 terechtkomen. Ja. Maar nu wil ik eerst eens een keer Perry tot woord laten, dat hij ook eens een keer zijn motivatie kan uitleggen, waarom dat we dat gaan lezen. Waarom dat hem het zo belangrijk vindt en waarom ook Perry het belangrijk vindt, dat we echt de ware, onvervalste Bijbels lezen, zowel in het Engels als in het Nederlands. Dus alsjeblieft, Perry, doe maar jouw uitleg. Oké. Kijk, mijn motivatie is dat als ik heden ten dagen spreek met mensen over de coronacrisis of de klimaatpaniek of al die andere zaken, is dat ik moeite heb om die mensen duidelijk te maken dat hier niet sprake is van een nieuwe wereldorde met een nieuw mondiaal probleem. Maar dat we het hebben over een heel oud probleem. En dat probleem heet Babylon. En Babylon is nooit weg geweest. Het enige wat er gebeurd is, is dat het geen Babylon meer heet. Maar aan de andere kant, als je boodschappen gaat doen in Den Haag, hier in Nederland, dan heb je een heel groot winkelcentrum en dat heet Babylon. Dus Babylon is helemaal niet weg. Babylon heeft zich verscholen. En wij moeten leren om te leven met Babylon. Wij kunnen Babylon niet vernietigen, klaarblijkelijk. En wij dienen te overleven met dat kwaad. En Daniël was van kinds af aan meegenomen door die Babyloniërs naar Babylon toe. En hij groeide op aan het hof van Nebukadnessar. En Daniël was een man van het boek. Was een gelovige Hebreeër. En trouwens, dat zag ik net, Jurk, dat hij staat niet te boek als een echte profeet. Want dat is hij dan niet. Maar hij doet wel profetieën. Want dat komt hierin naar voren. We gaan het hebben over een profetie. Ja, wat doet je zeggen dat hij geboekt staat als een echte profeet? Waar staat hij niet echt terecht? Oh ja, dat heb ik gevonden. Dat las ik net pas hoor, toen ik aan het voorbereiden was. En de Statenvertaling erbij pakte. Door, jij kan net maar meekijken. En dat staat er. Ja, ik kijk. Ja. Wat staat hier? Daniël was een jonge man uit Judea die net als veel van zijn landgenoten in de Babylonische ballingschap werd weggevoerd. Hij werd opgevoed aan het hof van koning Nebukadnessar en viel daarop door zijn vermogen om dromen te verklaren. En dan komt hij. Hoewel Daniël geen echte profeet was, wordt het boek Daniël ingedeeld bij de profeten omdat het een aantal visioenen bevat. Dus dit komt van de website. Dus niet van de Statenvertaling zelf, maar van de website van de Statenvertaling. Oké, dus dan moeten we dat eerst eens een keer gaan uitleggen. Voor zover dat ik dat versta, kan men dat zo laten staan gelijk het hier staat. Omdat er een verschil is tussen profeten zoals Hezekiel, Jeremia en dergelijke. Samuel. Jesaja vooral ook, een van de meest bekende profeten. Omwille van dat een profeet, laat ons maar zeggen, over het algemeen, als iemand verstaan wordt, die van God gekozen is, om naar het volk van Israël te gaan en het volk van Israël te waarschuwen van als je niet stopt met uw afval, dan gaat God een grote wraak over u sturen. Ja. Denk, een van de bekendste verhalen, ook al heb ik het zelf nog niet gelezen, maar ik heb daar wel van gehoord, is het verhaal van Nineveh. Die stad Nineveh werd van God
veroordeeld tot een dood, gelijk Sodom en Gomorra. Mm-hmm. Maar heeft door een profeet, en ik weet nu zelfs niet de welke. Ik weet hem wel. Dat is... Zeg maar. Jona. Was het Jona? Ja, ja, Jona. Ja. En werd dus door Jona gewaarschuwd van de komende wraak van de Heer. Ja. En ze kregen een tijd om zich te bekeren. Ja. En Nineveh heeft dat gedaan. Ja. Wat vandaag de dag eigenlijk de hele wereld zou moeten doen. Ja, ja. Nineveh heeft zich bekeerd tot de Heer. Ja. En de Heer heeft zijn wraak niet uitgevoerd over die stad. Wij weten misschien nog uit het verhaal, als wij de Bijbelstudie gedaan hebben, en jullie herinneren zich misschien nog, als wij over Sodom en Gomorra gesproken hebben. Uh-huh. Hè, daar zijn we toch al geweest, dacht ik. Hè, met die, nou, ik weet wel. Of moeten we dan nog aan toekomen? Ik denk, want dat... Ach, kapitel 15, nee, daar moeten we nog naartoe komen. Ja, maar die wordt ook prachtig, hoor. Ja, ja. Ik wil een klein beetje dan van voor wegnemen. Ik denk het was Abraham of Job, een van de twee, ik weet niet meer. Abraham of Lot, een van mm-hmm. de twee, ik weet niet meer de welke. Die God gevraagd heeft van, spaar toch die stad alstublieft. Als er ook maar 50 zielen zijn, 50 eerlijke zielen zijn, ga je die stad dan sparen. En God zegt, ja, als er 50 eerlijke zielen zijn, dan zal ik die stad gaan sparen. Mm-hmm. Maar daar waren geen 50 eerlijke zielen gevonden. Nee. Of rechtwaardige. Ja, 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 ja. Ja, als dan maar 20 zijn, of 10 zijn, of 5 zijn. Dus het gaat over een echte onderhandeling. En dat wordt een heel interessant kapitel in de Bijbel als we dat gaan lezen. Dus kapitel 15, 16, 17, ergens daar in die richting zal er wel komen. Mm-hmm. En God verklaart zich bereid om dan de vraag over de stad heen te laten gaan, maar daar werden geen rechtwaardige zielen gevonden. En dus werd het gerecht uitgevoerd over Sodom en Gomorra. Ja. En een bijbelgelovige Christ weet vandaag de dag altijd uiteraard wat dat gerecht was. Ja? Regen van sulfuur en zwavel over ja. die stad en een totale vernietiging tot vandaag de dag. En je kunt dat zelf nog bezoeken. Je ziet die zwavel, die gloeit zelfs vandaag nog. Okay. Geloof niet mij, kijk de video's iets van Ron Wyatt, die dat gevonden heeft, die dat onderzocht heeft. En iedereen kan daar naartoe gaan, want het is open vlak, hè. Je kunt daar in Israël naartoe, je kunt het gaan bezoeken. Hè? Als je de moeite doet, ga het vinden. Hè? Okay. En dat vinden we dus vandaag de dag nog altijd. En dus Nineveh heeft zich afgekeerd en heeft dat oordeel in feite afgewend. Tenminste daar in die tijd van de Heeren. En dus mensen zoals Jona, mensen zoals Jeremia, Jesaja, die dus bij de Joden gingen en hun duidelijk gemaakt hebben, jongens, stop met die afval, stop met die zonsaanbieding, stop met Babylon te dienen, want de Heere gaat u kwaad maken, gaat zich kwaad maken, alles dit en dat. Die worden aanzien als de profeten. Nu, waarom wordt Daniel daar niet mee ingerekend? Omwille van dat Daniel niet voor de Israëlieten geprofesseerd heeft. Mm-hmm. Die profetie van Daniel was, zoals hier in staat, in feite was een uitleg van dromen. Eerst en vooral, dat is kapitel 2. Ja. Ja. Volgens mij het tweede belangrijkste kapitel uit het ganze boek Daniel, naast kapitel 9, dat wij ja gaan bespreken als we daartoe komen. Ja, ja. Ja, we gaan zonder meer een stukje doen. Hoor. Ja, ja. We gaan het vroeg of laat bespreken. Of dat we vandaag naartoe komen, weet ik niet. Want deze inleiding vind ik aan de andere kant ook heel belangrijk, Perry. Ja. Dat de mensen de motivatie van ons kennen en misschien deze motivatie ook kunnen gaan volgen. Als ze zeggen van, oh jongens, dat interesseert me allemaal een knallende bal. Moet ik allemaal niet van weten. Ga dan ergens een friet kan halen en kijk Hunger Games of weet ik veel wat. Dan zijn we bij ons aan het verkeerde adres. Maar wij willen dat echt op de grond gaan. We willen ook graag een keer onze motivatie toelichten waarom dat we dat doen. En dus Daniel heeft dus in kapitel 2 een droom van de koning van Babylon uitgelegd. Ne? Die koning had een nacht een droom gehad. Hij wist alleen maar dat hem de hele dag stond te schudden van angst. Dat hij niet meer recht kon zitten, dat hij niet meer recht kon gaan denken. Omwille van die droom die hij had. Maar hij kon zich om het verrekken, om het maar een keer zo te zeggen, ik ken niet veel van deze Vlaamse uitdrukkingen, hoe je dat best kunt zeggen, hij kon zich om het verrekken niet de droom herinneren, om wat het ging. Hij wist alleen nog maar dat hem daar ongelooflijk geleuterd door werd. Ja. En dus
lees het zelf, of we gaan dan een keer ooit een keer naartoe en lezen Daniel 2 voor jullie en je kunt dat verstaan. Maar kijk bijvoorbeeld die film The Forgotten Dream en dan verstaan we waarover dat gaat. Mm-hmm. Daar wordt het heel goed uitgelegd. In Daniel kapitel 7 komt het nogmaals een keer voor dat Daniel dus in feite daar verschillende wereldrijken gaat uitleggen. Dus in feite een visie van de toekomst heeft, als je zo wilt, om het maar een keer met heel simpele woorden te zeggen. In andere kapitelen, daar waarschuwt hij de koning van Babylon, als hij niet omdraait en dit en dat gaat doen, dan gaat God een wraak op hem uitoefenen. Dat is denk ik in kapitel 5. In kapitel 3 heb je de koning Nebukadnezar, die zegt van alles wat jij mij over die droom verteld hebt. In 2, ik heb daar toch een andere visie op en hij richt een standbeeld op van 60 voet hoog, puur uit goud. En zo verder. Dat is allemaal interessant, maar dat zijn dus niet echt profetische werken die Daniel hier gedaan heeft. En dan komen we natuurlijk naar kapitel 9, waar dat ook weer een visie is. Ja? Daniel kreeg hier een visie, pas later, hè? Dat begint pas vanaf vers 23, denk ik, waar de engel Gabriel tot hem toetreedt. En dat is uiteraard zeer, zeer interessant, maar dat is een visie die hij krijgt over wat gaat gebeuren. Maar hij wordt niet gelijk die andere profeten van God naar het volk van Israël gestuurd om hen te waarschuwen. Bij wijze van spreken om voor hen te staan en te zeggen van jongens, als je zo en zo doet, dan gebeurt dit en dat. Ja. Dat verschil is ook, Daniel is niet gelijk een profeet gestorven. Want die andere profeten, dat heeft hij gezegd, al mijn profeten heb je vermoord. Je hebt ze een kop korter gemaakt, je hebt ze vermoord. Ja. Op gelijk welke manier ook. Daniel werd niet vermoord. Ja, dus daarom telt Daniel misschien niet bij de profeten. En nu komt eigenlijk het ergste van allemaal, Perry. Mm-hmm. In de Joodse Bijbel staat het boek van Daniel zelfs niet bij de profeten erin. In de Joodse Bijbel staat het boek van Daniel in de geschiedenisboeken. Dus de Joden accepteren hem helemaal niet als een profeet. Mm-hmm. Dus zij zijn helemaal niet gewaarschuwd van dat wat Daniel in kapitel 9 te zeggen heeft. En daar komen we tot de grootste bedrog sinds de Garten van Eden dan te spreken. Mm-hmm. Als we daar een keer gaan komen om dat dan later uit te leggen. Integendeel, het is zelfs zo dat, en sta me even toe, daar moet ik eens eventjes een zoekje gaan doen hier bij mij, dat duurt een sekundje eventjes op mijn computer. Ik moet hier een beeld gaan zoeken, dat ik het correct kan voorlezen. Want ik heb niet graag dat ik er zo alles zo uit mijn hoofd maar vertel. En dan is er maar de helft van informatie erin, die erin moet zijn. Er bestaat zoiets als een rabbinic curse. Dus een vloek van de rabbijnen. Ja, de rabbijnen zijn ja de priesters van de Joden. Ja? Iedereen weet een rabbijn. Ja? Okay. En die leven ja voornamelijk naar een Talmudische wet. Ja? De Talmudische wet is opgeschreven. Op pagina 978, sectie 2, in lijn 28, staat geschreven, ik lees het een keer voor in Engels. Mm-hmm. May the bones of the hands and the bones of the fingers decay and decompose of him who turns the pages of the book of Daniel to find out the time of Daniel, chapter 9, verses 24 through 27, and may his memory rot from off the face of the earth forever. Wauw. Dat staat in de Talmud. Dat staat in de Talmudische wet. Ja, en ik kan je dat direct eens een keer sturen hier via Skype. Dan kun je dat open doen, dat beeld. En dan kun je dat ook met die camera delen aan die mensen. En dan kunnen ze dat zien. En dan kunnen ze zien dat wat ik daarvoor gelezen heb. Waarom dat daar staat, dat is nu gedownload. Dat kun je nu vergroten, denk ik. En dan okay, zien de mensen rabbinic dat ook. Curse. Ja, the rabbinic curse, ja. Dat is, ja. May the bones of the hands... Oh ja, ik heb het daar juist in Engels voor gelezen. Misschien kun je nu proberen dat naar Nederlands te vertalen. Dan zei jij beter in als ik uiteraard, want dan heb je meer kennis in. Ja. Ja. Mogen de botten van de handen en de botten van de vingers... decay, wat daar word ik weer aan. Vergaan. Ja, vergaan. En decompose, dat is denk ik hetzelfde. Dat is ook vergaan. Van hem... die de bladzijde omslaat van het boek Daniel, om erachter te komen wat de tijdlijn is van Daniel hoofdstuk 9 vers 24 tot en met 27.
En mogen zijn geheugen wegrotten en verdwijnen zijn van het aangezicht. Van... Zijn herinneringen, Perry. Het gaat erover dat die mens niet meer mag herinnerd worden. Hè? Ja. Oh ja, dat die mens niet herinnerd mag worden. Ja, precies. Dat is een behoorlijke... Het is een vloek, ja. Het is een vloek, ja. Daarom noemt het de rabbinic curse. Hè? Mm-hmm. Dat beeld heb ik genomen uit, zoals je kunt zien, in die tijd als ik nog Walter Veit, Zevendaagsadventist, gekeken heb. Dat kijk ik vandaag al lang niet meer. Al jaren heb ik geen Walter Veit meer gezien. Dat was een ander onderwerp. Mm-hmm. Maar die heeft dus een interessante serie gedaan, Total Onslaught. Ne? Dus de totale aanval, ja? Ja. Op de reformatie. Iets wat dus in feite teruggaat op het concilie van Trient, 1545 tot 1563. Mm-hmm. En in die serie heeft hem dus ook deze Talmudic wet dingen besproken. Of dat hij dat nu ook daadwerkelijk zo en zeker op het internet ergens kan vinden, weet ik niet. Wanneer dat in werking gegaan is, deze vloek, weet ik ook niet. Maar deze vloek is in elk geval heel belangrijk om te weten en om te verstaan, mm-hmm. dat veel Joden de tijd van Jezus' komst niet wisten. Mm-hmm. En dat staat zelfs genoteerd in het Nieuwe Testament. They did not know the time of their visitation. Ja. En waarom wisten die Joden niet de tijd wanneer ze door Jezus Christus bezocht zouden worden? Onder andere omwille van deze rabbijnse vloek. Ja. Want de priesters van de Joden hebben het vertikt om de mensen de waarheid te vertellen... van wat Daniel in kapitel 9, vers 24 tot 27 hun verteld heeft. Ja. Ze hebben dat boek van Daniel met opzet uit de profeten uitgehaald, dat niemand niet op idee komt, oh, daar is ja een belangrijke profetie daarin. Want dat is deze visie die we hier in kapitel 9 krijgen. Het is een visie, ja, maar het is een profetie ook. Het is een profetie van God. Want wat is een profetie? We moeten denk ik eerst eens een keer die term duidelijk maken voor de toeschouwer ook. Een profetie is niets anders als geschiedenis op voorhand verteld. Ja. En als dan deze profetie vervuld is in de tijd en je leeft achter die tijd en je kijkt terug op het geschiedenis, dan zie je in dat geschiedenis die profetie die daarvoor geschreven was vervuld. Daarom zijn er ook altijd veel mensen die zeggen van, ja, maar Daniel, die zijn boek werd geschreven pas zo en zo veel na Christus. Zijn jullie er ook? Natuurlijk zijn die er ook. Er zijn evenveel mensen die dat doen, gelijk dat er mensen zijn, die zeggen van, ja maar, King James was een homophiel, King James was een Romanist, King James dit, King James dat, om de King James Bijbel kapot te maken. Ja. De Jesuiten, hun tactiek is, als je de boodschap niet kan aanvallen of weerleggen, dan zorg je ervoor dat je de boodschapper gaat in miskrediet brengen. Mm-hmm. En dat doen ze hier met Daniel evenzo als ze dat met koning James gedaan hebben en zoals ze dat met veel andere mensen gedaan hebben. Koning Jacobus. Zoals ze dat met veel andere mensen gedaan hebben. Zoals ze dat vandaag de dag ook met veel mensen doen. Karaktermoord is makkelijker als te proberen een boodschap die je niet kan weerleggen, te weerleggen. Ja, ja? Dat is een heel... Ja, dat heet ze ad hominem attack. En wij noemen het ook wel op de man spelen in plaats van op de bal. Dat is een term. Ja, en daar is toch een heel bekend gezegde. Dat is van don't kill the messenger. Ja. Maar juist dat wordt gedaan. Ja. Als je de bericht niet graag hebt, dan ga je diegene doden die die bericht gegeven hebben. Maar dat verandert niks aan het bericht, hè? Nee. Dat is gelijk met de waarheid, hè? Of dat jij de waarheid leuk vindt of niet, of dat je de waarheid gelooft of niet, dat verandert de waarheid geen centimeter. Geen millimeter zelfs nog niet. Geen jota. Om het geen jota, ja, goeie zeg. Ja, geen jota, dat verandert ze niet. Dus, maar je moet wel met de consequenties daarvan leven. Of dat je dat nu wilt of niet. Want jij gaat de waarheid niet veranderen. Jij gaat geschiedenis niet veranderen. Nee. En God geeft een profetie geschiedenis op voorhand. Ja. Dat is uiteraard een van de grootste tussen aanhalingstekens problemen die we vandaag de dag hebben als we over het boek van de Revelatie, Openbaring spreken. Mm-hmm.
Want dat zijn ja dingen die zelfs vandaag de dag waar wij leven, we hebben vandaag de 20ste oktober 2020, daar zijn nog altijd dingen in het boek van de openbaring die nog altijd niet vervuld zijn. En dus vandaag de dag te kunnen gaan bepalen, waar staan wij in de geschiedenis dat op voorhand verteld is, dat is zo moeilijk. En daar heb je heel veel valse leraars op het internet. En dat is wat veel mensen dan ook zeggen van, nu geloof ik er helemaal niet meer in. Want daar zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen van, ah, de grote ontrukking had al lang moeten plaatsvinden. En de zevenjarige tribulatie gaat nu plaatsvinden. Dat zeggen ze zelfs nu, want nu hebben ze in New York, ik weet niet of dat je weet, Perry, in New York staat er nu een klok, anders moet je een keer op Google zoeken en inbeelden daar, inflammen. In New York staat er nu een klok op een reuze grote wolkenkrabber die zeven jaar aftelt. Oh. Heb je er nog niet van gehoord? Nee. Zoek dat maar op Google. Ja. Countdown Clock New York 7 Years. Irgendwas, iets in die richting. Zoek dat maar op Google. Ik ben ondertussen, maak ik even een lijstje met allemaal dingen die in de descriptiebox gaan komen. Ach zo, ja. Countdown Clock. Ja, daar kunnen we een keer op Google gaan intikken. Dan kunnen we direct dat beeld een keer laten zien. Ja, ja, maar dat doe ik wel na de uitzending. Want anders komen we echt niet toe aan het begin. Kijk, New York. Zo. Ja. Ja, dat zoek ik allemaal wel... zo dadelijk op. En dan ja, dan moet je dat later een keer bij dat video daarbij plakken, dat beeld, dat ze dat dan ook nog een keer zien. Ja. Ik vind dat altijd leuk, als men dan zo echt tijd zoekingen doet. En dan de mensen in de video toont van, hier, kijk, hier is het. Hè. Dan gaan we dat eens een keer zoeken, dan gaan we een keer inbeelden. Maar als jij dat niet wilt, oké, dat is jouw video, dan doen we dat zoals jij dat wilt. Ja, in elk geval, ik denk dat dat als inleiding misschien een keer hier en daar eens een keer een beetje interessant was om te zien waarom dat wij ons dus willen bezighouden met Daniel kapitel 9. Ja. En de achtergrond van het boek, de achtergrond van Daniel, de controversiële plaats die de persoon Daniel en zijn boek inneemt. Want behalve dat dus de Joodse mensen er moeilijk over doen, of sommige Joodse mensen er moeilijk over doen, met die rabbijnse vloek, heb je dus ook de mensen die het heel anders interpreteren en zeggen dat de antichrist, dat die nog moet komen. Het futurisme. En er zijn ook mensen die zeggen, nee, de antichrist is al lang geweest. Dat is het preterisme, was het toch? Ja, je hebt drie verschillende manieren hoe dat je min of meer de Bijbel of de profetieën zou kunnen interpreteren. Dat ene is de preteristische view, de preteristische zichtwijze, dat in feite alles al gebeurd is, de antichrist is al geweest, we leven nu in het koninkrijk van Jezus Christus, halleluja, iedereen is gelukkig, iedereen leeft voor eeuwig en drie dagen. Ja, is dus niet het geval, dus preterisme kan ergens niet juist zijn, maar goed, er zijn altijd mensen die hangen deze geloof aan. Het tweede geloof is, dat noemt zich over het algemeen historicisme, dat wil zeggen van dat interpreteert, de Bijbel interpreteert zichzelf uit historische zichtwijze, dus uit de vervulling van dingen in het verleden kan ik zien welke profetieën in het verleden vervuld geweest zijn. En ik moet de Bijbel aan zichzelf gaan meten en ik ga dus het historicisme gaan bekijken, dat is eigenlijk de Bijbelse view, ja, historicisme of Bijbelse verklaring van Bijbelprofetieën. En dan heb je nog de futuristenverklaring. Die futuristische verklaring die zegt van, oh, dat is allemaal gebeurd, allemaal in de toekomst. Na de 69e week van Daniel is er een gat van minstens 2000 jaar. En jij moet allemaal niet zorgen voor een komende antichrist, want daar moet je niet mee bezighouden, want je wordt toch eerst ontrukt uit deze wereld. En alleen die mensen die dan nog hier achterblijven, Left Behind, ja? Kijk eens, ik heb de Left Behind-series, daar zijn verschillende filmen over gemaakt, onder andere met Nicolas Cage en weet ik veel wat allemaal. Ja, because... heel... heel, heel bekend. Een boekenreeks van, ik denk, meer dan 13 boeken. Drie verschillende soorten antichristen worden daarvoor gesteld. Ik wil daar nu niet allemaal op ingaan, maar je kunt dat heel goed nalezen in een boek dat noemt End Time Delusions by Steve Wolberg in Engels of Endzeitwahn in Duits. Dat is hetzelfde boek in Duits vertaald. Daar kunnen we allemaal achteraan komen. En ik ben momenteel met Tom bezig dat te lezen. We hebben al 21 of 22 sessies gedaan van dat boek. Ja, we zitten nog maar helemaal in het begin. Elke woensdagavond komt er dan een première van uit. En elke woensdagavond lees ik dat met Tom.
Daar heb je dus die drie Sichtweisen, Präterisme, Historizisme en Futurisme. En welk van die drie dat jij gaat kiezen, dat hangt natuurlijk dan af van welk verstand dat je van geschiedenis hebt. En de vraag is in feite, wilde jij de Bijbel interpreteren en profetieën willen interpreteren op basis van God zegt of op basis van wat een mens zegt? Ja, precies. Als je preterisme neemt of futurisme neemt, dan luister je naar mensen. En als je historisme neemt, dan luister je naar God. Ja. Want alle Christen, alle Apostelen, alle Christenen doorheen de christliche Geschiedenis van de afgelopen 2000 Jahre, die sich gehouden hebben aan de Bijbel en de Bijbel alleen, zijn historicisten. Ja? Zijn mensen die de Bijbel laten zichzelf interpreteren en die die Geschiedenis bekijken vanuit de Sicht uit de Bijbel en niet vanuit de Sicht van wat een mens kan leren. Dus die keuze moet iedereen voor zichzelf maken. Precies. Nou, jij en ik zijn in ieder geval van het historicisme. Absoluut, ja. Nou, wil jij hem aftrappen in het Engels? Ik kan hem aftrappen even in het Engels, ja. Dus we lezen hier dus kapitel 9 van Daniel, eventjes om een keer de mensen nog een keer een klein overblik te geven over Daniel zelf. Dus het was al voorspeld door de profeet Jeremia. Dat er een gevangenschap zou komen. En ik zal een keer eventjes misschien met u akkoord, Perry, een kleine uitleg geven waarom. We hadden in feite na de tijd als Mozes gestorven was, hebben we Joshua die de leiding van de Israëlieten overgenomen heeft. Toen in het Oude Testament, dat begint dan met het boek Joshua. Na Joshua komt het boek van de rechters en dan komt Ruth en zo verder en zo verder. En dan komen we bij Samuel en dan leren we koning David kennen en zijn zoon koning Salomon en al die tijden en alles erop en eraan. Maar het punt is, direct na Mose, dus als Israëlieten na 40 jaar door de woestijn geleid te zijn geweest door God, wat in feite een soort reiniging was, want niemand van die mensen die uit Egypte toen ontsnapt was, heeft ook het geloofde land mogen betreden, omdat die allemaal van het geloof afgevallen waren. En dus dan werd dat land van de Chaldeërs en andere stammen werd overgegeven aan de Israëlieten, die moeten veroveren, daar gesetteld. Iedere stam van de Israëlieten bestaat uit 12 verschillende stammen, waarvan Juda één is. Je had ook de Leviten, je had Benjamin, je had Dan en Manasse en ik heb ze nu geen goesting alle 12 op te tellen, kunnen zelf nakijken. Ieder stam heeft zijn eigen plaats gekregen. En je had een noordelijk Israël en je had een zuidelijk Israël. Het zuidelijk Israël bestond uit Judea of Juda, de Joden, zoals we dat vandaag de dag noemen, en Benjamin, een deel van Benjamin. En de noordelijke deel waren 10 anderen. En in de loop der jaren zijn de Israëlieten van God afgevallen, van de ware geloof afgevallen. Waarom en hoezo? Ja, kijk eens niet naar de kerken vandaag, waarom vallen die allemaal van het ware geloof af? Hetzelfde verhaal, min of meer. En God heeft hun gewaarschuwd. Hij heeft gezegd van, jongens, ik pik dat niet. Als jullie mijn wetten niet gaan volgen, dan gaan jullie ook niet in mijn beloofd land gaan leven. Nee. Maar ze hebben niet omgekeerd van hun slechte daden. En dus heeft God de Assyriërs gestuurd en die hebben de noordelijke 10 stammen verdeeld over heel de wereld. Dat wil zeggen hun land bezet, die mensen gedood en gevangen genomen en verspreid over heel de wereld. Nu, dat was met de noordelijke 10 stammen gebeurd. Ja. En overbleef nog het zuiden, Juda en een deel van Benjamin. Ja. En die zijn dan ook afgevallen. Dus eerst was het noorden afgevallen en daarna het zuiden. En dan heeft God hun in feite ook gezegd van, jongens, jullie gaan in gevangenschap gaan. Tom heeft altijd zo'n heel mooie uitdrukking. Tom heeft altijd gezegd van, als jullie gelijk Babyloniërs aanbidden, dan gaan jullie ook gelijk Babyloniërs en in Babylonië leven. Ja. Hij heeft hen op voorhand gewaarschuwd. Ja. En dat boek van Daniel, dat we nu lezen, van het eerste tot het laatste kapitel, alle 12 kapitels, speelt zich af in deze 70-jarige gevangenschap, die door God al geprofesseerd geweest was, door de profeet Jeremia, waar we direct in vers 2 naartoe komen,
Dat was dus op voorhand voorspeld. En dat is het interessante hiermee bij. Dus het was eigenlijk een straf die God de Israëlieten opgelegd heeft. Om te zeggen van, ja, als je aanbidt, als je de zon aanbidt, dan ga je ook in het land van de zon aanbidden als leven. Dan ga je ook onder de wetten van de zon aanbiddende koning leven. Ja. En niet onder mijn wetten, en niet in mijn land. Ja? Waar melk en honing vloeit, zoals we dat bij wijze van spreken zeggen. Ja. Oké? En dus dat is eigenlijk het achtergrond weten dat men over Daniel en over hem moet gaan weten. En Daniel was al een volwassen mens als ze in gevangenschap gingen. Die Babyloniërs zijn dan op een bepaald ogenblik in Israël ingevallen, alleen in Judea ingevallen. Hebben Jeruzalem vernietigd. Mm-hmm. Hebben de tempel vernietigd. Dat is de tempel die Salomon opgebouwd heeft. Dus de eerste Salomonische tempel werd vernietigd door de Babyloniërs. Mm-hmm. En die hebben toen alle belangrijke dingen uit die tempel meegenomen, geroofd. De tafel van schouwbrood, de menorah, al deze dingen die daarin stonden. Ik weet dat we in het Nederlands zeker niet hoe die allemaal opnoemen. Al die dingen hebben zij meegenomen, hebben ze ontvoerd. En er is ook een kapitel in Daniel, ik denk dat is kapitel 5, Mene Tekel Ufarsin. Ja, heel belangrijk, en dat gaat dan over dat feest van die Shalmaneser, denk ik, noemt die koning van Babylon op dat ogenblik. Dat is een opvolger dus van Nebukadnezar. Mm-hmm. Shalmaneser, die een feest doet en die op dat feest uiteraard al die drankbekers en dingen gebruikt die uit de tempel van de Israëlieten of van de Joden gekomen zijn. En dan komt er een hand aan de vrijding en zegt van, jong, jouw koninkrijk is afgelopen, jij bent niet voor waard bevonden om verder te gaan. En dat is de nacht waar die koning dan ook sterft. Dat is een ander verhaal, dat is een ander kapitel van Daniel. Maar dit is maar dat die mensen het grote beeld hebben van, over welk deel spreken we hier eigenlijk. We spreken hier dus over die 70-jarige gevangenschap van de Joden in Babylon. Een straf van God, omdat zij van God en zijn geboden van zijn ordinaties afgevallen zijn. Mm-hmm. En dan lezen we dus hier in de Koning James Bijbel in kapitel 9, vers 1. Mm-hmm. In the first year of Darius, the son of Ahasuerus, of the seed of the Medes, which was made king over the realm of the Chaldeans. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of the years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. Nu, persoonlijk vind ik het heel belangrijk, Perry, dat we over deze eerste twee versen ook nog een keer gaan spreken. Ja. En ook dan eens een keer zien wat hij bedoelt als hij zegt, understood by the books, the number of years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet. Dat is Jeremia kapitel 29, 10. Daar gaan we ook nog een keer lezen. Maar misschien wil je het eerst eens een keer aan Vlaams, in Nederlands voorlezen? Ja, doe ik. In het eerste jaar van Darius, den zoon van Ahasveros, uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën. In het eerste jaar zijner regering merkte ik, Daniel, in de boeken, dat het getal der jaren, van de welke het woord des Heren tot den profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, 70 jaren was. Dat was dus dezelfde tekst nog een keer in Nederlands. Ja. Ik heb je ondertussen hier een link geplaatst die je misschien ook eens een keer kan opendoen als je wilt. Ja. En daar gaat het over Darius. Want het gaat daarover dat wij natuurlijk nu een vermelding hebben van de koning van Darius hier in de allereerste zin. En dat wij dus op basis van wereldelijke geschiedenis, laat ons maar zeggen, kunnen gaan aantonen dat deze mens zelfs in ons systeem, laat ons maar zeggen, bekend is. Ja. Nu, dat probleem is dat natuurlijk ons systeem het antichristelijke systeem is. Uh-huh. Dus het antichristelijke systeem zet altijd vraagtekens daarbij als iets uit de Bijbel komt. En ze gaan die dingen veranderen. Ze gaan de dingen vaak zo zeer veranderen dat je op het einde denkt van, oh, wat in de Bijbel staat, dat is ja zo helemaal niet juist. Maar wat hier op Wikipedia nu staat, dat is wel allemaal juist.
Je kunt die taal, ik heb dat eigenlijk in Engels, in Duits gelesen eerst. Je kunt het ook in Engels gaan zien, maar dat is dus nog niet perfect vertaald. Daarom is er een ster voor. Aha. Ja, dus deze, als je naar die talen gaat, aan de ja. linkerkant van uw site, dan zie je die sterretjes daar staan. Dat zijn allemaal kleine pentagrammen. Natuurlijk moet je niet afvragen waarom dat pentagrammen zijn. Dat is nu logisch, hè? Want we weten ja in welk systeem dat wij leven. Aha. Dus de punt is, hier hebt u een bevestiging dat deze Darius, die in de Bijbel vernoemd wordt, dus daadwerkelijk een koning van, in dit geval Perzië was, ja, waar dat zij dus Babylon hier gaan leggen en alles leggen en alles erop en eraan. En dus ik stelde altijd heel grote vraagtekens bij. Interessant is wat hier staat in de bronnen, dat ze schrijven beïnvloeding door de Behistunen-inscriptie is voor Herodotus weliswaar bewezen, maar de precieze wijze waarop dit gebeurde is nog niet opgehelderd. Dat is dus The Stone of Behistun. Daar heb ik een zending of twee over gedaan met Brett en Michael, als we een lezing gedaan hebben van James Atkin Wiley, dat boek, ik kom niet meer op de naam eventjes, moet je mij even vergeven, dan moet ik eens een keer mijn afspeellijst nakijken. Ik heb zoveel boeken gelezen en zoveel studies gedaan, dat ik daar echt niet meer op kom. Mm-hmm. Het noemt The Divine Program of the World's History. Oké. Okay. Dat is van James Atkin Wiley. Daar hebben we in meer dan 50 volgen of zo hebben we dat boek doorgelezen. En daar komt de Stone van Behistunen voor, die ook denk ik hier als beeld is. Of als je dat niet hebt, dan moet je dan een keer op gaan klikken, want ik denk dat is hier een link zelfs op de website. Hier staat er Behistun-inscriptie. Als je naar Duits gaat, is er zelfs een link op, als je dus een keer die Duitse zijde aanklikt. En je gaat naar Duits, dan zie je wel... Ja, ik heb nou in het Duits, ja. In Duits, daar zie je van hier die verschillende bronnen, afstamming, jeugd. En... Oh, die Persische kwellen, Griechische kwellen, dat bedoel je? Ik denk daar staat er ergens Behistun, daar moet primair ergens kwellen, dat is links, dan... Een link moet er gaan zijn naar die Stone van Behistun. Ik heb dat dan eens ergens op mijn computer, of je kunt het zo gaan zoeken, als je dus gewoon dat woord, je weet dat wel, hè? Even kijken, wat ik kan vinden. Met mijn Microsoft computer hier, Behistun inscriptie, dat is toch hier in blauw aan de licht, zie je toch hier, bij bronnen. De hoofdbron over het leven van Darius I, de grote, zijn eigen inscripties, vooral de Behistun-inscriptie. Zo, als je daarop gaat, kan je dat? Kijk, ik zit nou heel snel te lezen, maar... Omhoog, kan naar boven. Boven. Naar boven. Darius, zo. En dan heb jij... Hier bedoel je. Darius I, en dan heb je bronnen. Ja, dus je hebt de eerste Darius I, de eerste hoofdletter Darius I, dan heb je bronnen en daar staat dan de hoofdbron over het leven van Darius I, de grote, vooral de Behistun-inscriptie. Ja. Zie je dat niet staan? Als je daarop klikt, dat is blauw achterlegd, dat is een link. En als je daarop gaat klikken, dan krijg je de Behistun-inscriptie geopend. En als je dat niet lukt, dan moet je maar een keer kijken. Ik stuur je die link nu een keer door, dan klikt je daar een keer op. Dat is hier uit deze tekst genomen. Deze Behistun-inscriptie, als je dan een keer op dat beeld klikt... Dan krijg je dat dus een keer een grote zien. Dat is dus een heel, heel grote inschrijving midden in een berg daarin gemaakt. Ja? Mm-hmm. En dat ben ik heel nieuwsgierig. Dat is dus niet alleen dat beeld, wat heel interessant is om te explaineren, om uit te leggen. Dat hebben we dan ook gedaan in die Engelse boeklezing van die IK. Maar vooral, dat zijn al dat andere, dat zijn inschriften. Ja? Dat zijn dus geschiedenisinschriften die daarin staan. Het is ongelooflijk interessant om zich daar een keer mee bezig te houden. De meeste mensen kennen alleen maar de Stone van Rosetta. Je hebt nog niet open gedaan, Perry. Doe een keer open, die link. Ja. Kijk, ik heb hier Darius 1. Ik heb je nog doorgestuurd hier op Skype. Oh, hij is al binnen, dat wist ik niet. Ja, ik heb hem al doorgestuurd, al lang. Ja, precies. Die is de inscriptie. Ja, de meeste mensen kennen alleen maar de Stone van Rosetta. Die kennen je ook zeker, hè? Die stone van Rosetta, de steen van Rosetta werd gebruikt om de Egyptische hieroglyphen te verstaan. Ja. Wel, de Behistun-inscriptie is hetzelfde om de oude taal van de Chaldeërs te ontmantelen en te verstaan. Als je nu een keer op dat beeld klikt aan de rechterkant, zie je, dan wordt dat direct vergroot, dan kunnen die mensen dat in groter zien ook. Ja. Echt interessant om sich nicht mehr bezig zu halten. Dus, je ziet, Geschiedenisstudie geht meestal ein bisschen verder, als alleen maar ein oder zwei Versen aus der Bijbel zu lesen, maar uiteraard daarmee begint het. Ja? Dat legt de basis reden.
Zo, en omdat we al zoveel inleidingen alles gedaan hebben, gaan we waarschijnlijk niet verder komen als die eerste twee versen. Maar ik vind persoonlijk... Ik vind persoonlijk de eerste vers al heel belangrijk, dat we in de keer zien, dat je ziet, hier staat een persoon vermeld in de Bijbel. Mm-hmm. En we hebben u aangetoond dat je diezelfde persoon ook hier in dit antichristelijke systeem terugvindt. Dus dat wil zeggen, daar zijn, hoe noemt men dat, records van, aantekeningen van deze persoon. Dat is een persoon die ook in ons antichristelijke geschiedenis geverifieerd is, die heeft ooit bestaan. Dat kan niemand niet afloochenen. Dat verhaal wat in de Bijbel over die mensen verteld wordt, een ander is dan wat in ons systeem vertellen, is logisch, want in ons systeem draaien ze alles 180 graden om en liegen ze altijd. Ja. Dat weten we ondertussen al. Ja? Maar het is heel belangrijk, je leest hier over een persoon, Darius, en je kunt nu door alleen maar die Wikipedia-link te volgen, je kunt over Darius nog veel meer in ons systeem terug gaan vinden, in oude geschiedenisboeken, alles erop en eraan. Mhm. En dan kunnen die keer lezen, dan kunt dat meten aan wat in de Bijbel staat. Maar dan kun je een beetje beeld vormen over wie dat we bezig zijn. Ja. En nu staat hier dus in vers 2, in the first year of his reign, dus in het allereerste jaar van zijn regentschap, mm-hmm. I, Daniel, understood by books the number of the years, wat wil dat zeggen? Ik, Daniel, verstond of begreep bij boeken mm-hmm. het getal van de jaren. Ja. Welke boeken spreekt hij dan over? Want dat wat ze toen als Bijbel hadden. Hun schriftrollen. Ja. Ja. Ja? Het opgetekende geschiedenis wat zij hadden. En het opgetekende verschijnen van de verschillende profeten. Dat wat wij vandaag de dag de Bijbel noemen, dat wat wij vandaag de dag het Oude Testament noemen, mm-hmm. dat heeft Daniel genomen. En hij heeft door de studie van die boeken ineens verstaan whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet. Waarop het woord van de Heer kwam tot Jeremia de profeet, ik vertaal dat nu hier in het Engels, maar ik vertaal het naar Nederlands, dus als ik verfout doe, dan zeg me dat alsjeblieft. That he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. Dat hij 70 jaar van de vernietiging van Jeruzalem zou bewerkstelligen. Ja. Dus Jeremia heeft dat gezicht. Nou, als je nu een goede Bibelstudent bent, dan zegt hij van, ja, maar dan moet ik eerst maar een keer in het boek van Jeremia gaan, dan moet ik eens een keer zien, waar heeft Jeremia dan over gesproken? Eigenlijk wel, ja. Dan moet je Jeremia open doen, kapitel 29, vers 10. En daar staat, in de Koning James Bijbel geschreven, je kunt dat misschien ondertussen op de Statenvertaling open doen, dan lees ik ondertussen dat Engelse voor. Ik heb dat hier uit Esort, heb ik mij dat uitgehaald, dus ik lees het in Esort voor. Mm-hmm. Jeremia, Kapitel 29, vers 10. For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you, and causing you to return to this place. Als je het in Nederlands, Nederlands laat je dan voorlezen, ja? Want zo zegt de Heere, zekerlijk, als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal ik u lieden bezoeken. En ik zal mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats. Dus hier hebben wij, Jeremia is een profeet die voor Daniel geleefd heeft, dus voor de 6e eeuw voor Christus. Ja, want de Babylonische gevangenschap is geëindigd ergens op het einde van de 6e eeuw. Dus rond 500 voor Christus. Mm-hmm. Ja? Jeremia heeft dus een tijd daarvoor geleefd. En heeft toen tegen Israël of tegen de Joden al precies deze profetie uitgesproken. Mm-hmm. Want zo zegt de Heere, zekerlijk als 70 jaar te Babel zullen vervuld zijn, zal ik uw lieden bezoeken en ik zal mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats. Dus met andere woorden, Jeremia zegt hier tegen die mensen van, jongens, jullie gaan in gevangenschap in Babylon. Die gevangenschap duurt 70 jaar en dan krijgt hij van mij een tweede kans. Ja. Dat zegt hij hier al. Ik zal mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats. Dus je gaat uit die gevangenschap uitkomen. Hij geeft die Israëlieten of de Joden op dat ogenblik dus al direct hoop. Ja. Van we moeten door deze 70 jaar, ik noem het nu maar een keer, bedroevenis.
wat een gevangenschap ja eigenlijk is. Mm-hmm. Denk maar een keer aan die 400 jaar gevangenschap in Egypte. Mm-hmm. Ja? En ze moeten door deze 70 jaar doorheen, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Als je daar door bent, als je dat doorstaan hebt, als je daardoor misschien gereinigd bent, als je dan eens een keer tot je zinnen komt en terug de Heer aanbidt, gelijk dat het moet, mm-hmm. dan zal ik u weder brengen tot deze plaats. Dus ik zal eerst de Babyloniërs sturen, ze zullen de hele plaats vernietigen en dan zal ik u terugsturen en dan zullen we het terug opbouwen. Ja. En dat is in feite de essentie waar het in Daniel kapitel 9 over gaat, wat we later dan gaan lezen. Ja. Maar voordat we dat gaan lezen, gaan we dat gebed gaan bespreken. Maar ik denk, Perry, dat dat voor een andere keer zal zijn. Ja. Ik heb even voor de luisteraars, ik heb van tevoren, of kijkeraars, van tevoren al tegen Jurk gezegd, ik wil dit langzaam en zorgvuldig en doorwrocht doen. En het maakt me niet uit hoeveel uitzendingen het worden. Waar het mij om gaat is dat we voor eens en voor altijd een sluitende serie maken over Daniel 9. Waar alles in te beluisteren valt. Met voldoende info om je eigen conclusies te trekken. Het gaat er niet om dat wij gelijk hebben. Het gaat erom dat wij het zo eerlijk en zo goed mogelijk uitleggen. En daar nemen wij de tijd voor. Hartstikke bedankt, Jurk. Echt fantastisch. Ik vond het een hele verhelderende. En ook weer zo'n nieuwe. Het gaat dus over de meden. Dus Ahasveros uit het zaad der meden. En wij hebben in het Nederlands een spreekwoord. En dat heet een wet van meden en persen. Dus meden, dat heeft te maken met Persia. Ja, en dat wordt duidelijk als je Daniel kapitel 2 verstaat. En daarvoor kan ik u verwijzen naar The Forgotten Dream. En Perry zal de link van dat video in de beschrijvingsbox van deze video doen. Ja, ik heb nog wat huiswerk te doen. En zo nodig, dan stuur ik je wel een Skype'je met een vraag als ik iets niet kan vinden. Maar ga er maar vanuit dat het lukt. Ja, dat is niet zo moeilijk te vinden hoor. Nee, dat komt voor elkaar. En anders heb jij het wel. Nou, ik zou zeggen op naar de volgende. Reuze bedankt, Jurk. Ja, ik vond het hartstikke leuk om dat een keer met jou te doen, Perry. Ik vond het een van de vruchtbaarste uitzendingen die we sinds lange tijd gedaan hebben. Ja. En ook, ik vind de historische achtergrond en het allemaal toe te lichten waarover het in feite gaat, is heel belangrijk voor die kijkeraars van deze video. Ja. Ook al zijn er misschien maar 5 of 6 die het daadwerkelijk interesseert, maar misschien zijn er meer, misschien zijn er minder, ja. Maar dit is echt een men moet, als men zo'n studie doet, men moet een goede grond leggen, want alles moet op een goede basis staan. Ja. Een huis dat op drijfzand gebouwd is, dat gaat niet blijven staan. Nee. En alles moet gebouwd zijn op een grote steen, op een grote vels, de rots, gelijk Jezus Christus is. En gelijk dat wij ons geloof op Jezus Christus, op de rots gaan bouwen, zo gaan wij ook proberen met deze studies dat alles dermate te onderbouwen dat er op het einde echt geen vragen meer over zijn. Ja, ja tuurlijk, als je iemand bent die in 2 Timotheus 6, is het denk ik beschreven, staat een spotter en en iemand die alles in vraag stelt en iemand die geen geloof heeft, dan gaat hij ook door dit niet tot het geloof komen. Dan gaat hij altijd alles in vraag stellen. Ja. Maar als je eerlijk bent op zoek naar de waarheid, dan kun je niet anders dan deze eerlijk te achtervolgen en met een open geest en geleid liefst door de Heilige Geest deze studie te gaan volgen en bevestiging te krijgen van iets wat je in je buik min of meer altijd al wist en hier is op een Bijbelse manier bevestigd kunnen gaan krijgen. En dat is in feite ook de bedoeling van Perry en mij om deze studie met jullie te maken. Want ik doe dat niet voor mezelf. Ik ook niet. Weet al wat ik hierover spreek. En ik doe dat ook niet voor Perry. Nou, ik moet het eerlijk toegeven, ik doe het een klein beetje wel voor mezelf. Want jij weet er meer van dan ik. En dat kan ik van jou leren. In de hoofdzaak doen we het allemaal voor die mensen die deze video gaan kijken. Maar natuurlijk willen we ook zelf bijleren. En ik kan je één ding zeggen, ik heb zelf ook altijd... Dat is altijd als je de Bijbel leest en je leest dezelfde plaats nog een keer na een verloop van tijd en dan nog een keer na een verloop van tijd. Je krijgt altijd nieuwe weten mee toegedeeld van de Heer door de Heilige Geest. Ook voor mij is dat zo. En ik vond het vandaag zeer interessant om zo diep daarop in te gaan. En op den ogenblik als ik iets leer, ga ik het direct met Perry delen, hier in dit geval.
En omdat Perry het opneemt, hebben jullie daar ook direct iets aan. Wat hij daarmee doet, dat is uw eigen zaak. Ja. En je moet mijn woorden niet geloven. Geloof de Bijbel. Lees de Bijbel, vertrouw de Bijbel, want dan is het onfeilbare woord van God. Ja. Ja? Geloof niet wat mensen daarover gaan zeggen. Dus geloof niet Wikipedia, zelfs die Wikipedia links. Daarom heb ik gezegd, die zijn met heel veel voorzicht te genieten. Ja. Maar meet alles wat je in deze wereld ziet of leest of hoort, meet het aan de Bijbel. En houdt het stand, dan is het goed. En houdt het geen stand, dan verwerp het. Ja? Zo is in de Bijbel geschreven staat. Behoud het goede en verwerp het slechte. Helemaal. En daarvoor moet je vooral je Bijbel lezen. En daarom hebben we deze studie gedaan. Of doen wij deze studie om met jullie, in dit geval Daniel kapitel 9. En dat helemaal was geweldig. Voor mij, voor deze uitzending, zover. Nou, een prachtige afsluiting van Jurk. Daar heb ik helemaal niks aan toe te voegen. En ik hoop dat jullie de volgende uitzending er weer bij zullen zijn. Tot dan. Magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Let's magnify the Lord so that He is seen more clearly. Psalm 34, verse 3. Let's exalt His name together by living pure and holy. Psalm 34, verse 3. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name. Oh.